Voor wie graag sushi eet, maar het rollen ervan een lastig taakje vindt, heb ik de ideale oplossing, een sushi lasagne. Ik begin met de sushi rijst gaar te koken, daarna laat ik die volledig afkoelen en meng ik er de rijstazijn en de suiker onder. De zalm snij ik in plakjes, de avocado en de komkommer in reepjes. De mayonaise meng ik met de pikante chilisaus tot een dressing. Dan neem ik een grote schaal en leg op de bodem een nori-vel. Daar schep ik een laagje rijst en een laagje komkommer en avocado bovenop. Dan leg ik er opnieuw een laagje nori en rijst op en daarbovenop komt de zalm. Ik herhaal deze stappen tot de ingrediënten volledig opgebruikt zijn en eindigen doe ik met nori en rijst. Om de sushi lasagne helemaal af te maken, spuit ik er wat dressing op en strooi ik er ook nog gebakken ajuintjes en sesamzaadjes over. Smakelijk!